mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en vandaag is het tijd voor iets heel vets. Ik sta hier in een pak, een racesuit van MP Motorsport. En vandaag gaan we met Formule 2 coureur Richard en Larum karten. Met een schakelkart. 6 versnellingen, echt insane. En we zijn hier op strijden. Dus het wordt een leuke dag. Vind je dit nou leuk? Like dan even. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet niet om het belletje aan te doen, want dit wordt echt een hele vette dag. Dus thanks MP voor de uitnodiging. En check ook zeker hun video, want daar hebben we ook wat tofs gemaakt. We're here with Richard and Larum. So we're gonna kart today. This is for my own channel. So it's our vlog debut actually. Yeah, vlog debut. How does it feel to be in a vlog? Yeah, it feels quite good. It feels normal actually. I don't know how to feel about it. We have so many cameras anyway always, so. Okay, but yeah, we're gonna make it a nice day. This is gonna be great. And I'm looking forward to get some tips and see how quick you guys are compared to me because yeah. It will be fine. We'll maybe you're quicker. Ah. Exactly. We'll give you some good tips and you will get up to speed. Yeah. All right, you know the track, you know the kart, and yeah, we'll see how it goes. Good luck. Ja, zwaar en echt snel. Niemand weet, dus ik denk dat hij afvalt. Nou jongens, we hebben onze eerste paar rondjes gedaan. Het is echt heel intens, heel extreem. Het is, ja, je ziet het waarschijnlijk ook aan de beelden. Het is echt veel extremer dan ik had gedacht. Dus dat is echt wel bizar. Alles trilt, je voelt die warme benzine onder je. Je zit echt op de grond, je voelt gewoon, ja, het stoeltje schrapen over de grond. Het opschakelen is echt een klap. Hij heeft zoveel power. En ik moet veel meer schakelen. Dus hij heeft 6 versnellingen. Ik zat meestal tussen de 2 en de 4. Dus daar moet ik veel meer schakelen. Je kan wel een bit earlier. Meer die apex hitten en gewoon meer vertrouwen krijgen in de kart. Een paar keer moest ik hem echt opvangen. Maar ik ben nog niet gespind. Maar weet je, hoe harder je gaat, hoe meer confidence je krijgt. Hoe meer limieten je gaat opzoeken. En als je dan spint, ja, dan sta je even achter z'n voren. En het is helemaal niet erg natuurlijk. Maar ik ben ietsje te voorzichtig nog. Dus ik moet even gewoon even knallen. Even knallen.
goed. Ja. Boeiend, hè? Ja, ik dacht wel van nu word ik wel een beetje moe, dus ga lekker naar binnen. Maar wel beter toch? Je was een vrij constant hoor. Ik had de tijden allemaal vast. Oh ja. Moet ik even met het karretje kijken. 36. Zo jongens, en dan ben ik weer thuis. Echt wat een dag, dames en heren. Wie kan er zeggen van hey, ik heb met familie 2 coureurs gehad. Super fan natuurlijk. Richard en Liram waren echt super aardig ook. Echt gewoon chill. Nu was het gewoon een super chille dag met z'n allen. Dus dat is hartstikke nice. Misschien gaan we nog een keertje karten met Liram's karts in Duitsland. Dus wie weet komt dat er nog aan. Maar de dag was echt super vet jongens. Ik wil MP Motorsport heel erg bedanken dat ik mee mocht vandaag. En dat we er een tof video van hebben kunnen maken. Check ook absoluut de video op het kanaal van MP Motorsport. Want daar staat een volledige video met de challenges en alles erop en eraan. Dit is meer een beetje mijn POV, mijn kant van de dag. En in het Nederlands natuurlijk. Het was echt extreem. Ik heb een topdag gehad. Ik voel het nu wel al overal. Dus waarschijnlijk kan ik de komende dagen helemaal niks meer en zal ik echt wel enorme spierpijn hebben. Maar dat was het allemaal waard. Je ziet ook af en toe in de footage dat met opschakelen en met terugschakelen in de bocht, dat opeens mijn hoofd echt gewoon alle kanten op gaat. Omdat ik natuurlijk totaal niet daarvoor getraind ben. Ik probeer wel natuurlijk een beetje fit te blijven, maar dit is wel een andere koek. En dat was ook het eerste wat ik merkte toen ik voor het eerst uit de pit reed en op het gas ging. Toen dacht ik al van oké, dit is echt serieus. Mijn achterkant brak meteen uit. En ik heb hem een paar keer goed kunnen opvangen. Daar ben ik wel blij om, dat ik niet ben gespind. Maar we hebben ook nog zeker niet het limiet gevonden. We hebben nog wel voorzichtig gedaan. Maar we zijn wel hard gegaan uiteindelijk. Mijn tijd was uiteindelijk een 36 seconden. En Richard en Liram die zaten in de 29 hoog. Dus ze zijn ongeveer zo'n 6 seconden sneller. En dat is op zo'n korte baan zeker aardig wat. Maar zij hebben er ook meer ervaring mee. Ze rijdt Formule 2 en ja, dus dat is mijn excuusje voor vandaag. Ik vond het hartstikke leuk, ik heb super veel geleerd. Elke keer weer een stukje beter en weet je, als ik nu weer in zo'n soort kart kan rijden, heb ik weer wat meer ervaring. Of in een andere schakelkart. Dit was echt de eerste keer dat het gewoon bijna wel te hard ging. Dus normaal heb ik bij normale karts of bij buitenkarts of bij de snelle buitenkarts, dat ik gewoon wel op een limiet kan zitten en dat het niet te hard gaat. Het gaat gewoon hard genoeg, maar het zou wel harder mogen gaan. En bij deze kart was het echt wel van, oh my god, dit is echt insane. Dit is echt gewoon niet normaal. En het was hartstikke leuk. Hopelijk vond je een leuke video. Dus like eventjes als je het leuk vond. Abonneer als je nieuw bent en vergeet niet om dat belletje aan te zetten. En dan zie ik je heel graag de volgende keer, jongens. Dus joejoe.